Helemaal, ik ben deze week met Wolf en ik wil vandaag wat uitleggen over vorige levenssoorten magie en hoe je dat dus natuurlijk ook herkent. Even een stukje terug, wat is een vorig leven? Dat is dus een leven dat je hebt geleefd met jouw ziel, maar dan in een ander tijdperk en met een ander lichaam dus ook en met andere mensen, sommige mensen die je nu nog steeds kent. En soms gebeurt er dus iets in die vorige levens dat je tot de dag van vandaag met je meedraagt. Dus dan is er misschien een vloek naar je gestuurd of je hebt iets meegemaakt dat je dusdanig bij je draagt. En daarmee dus ook weer geboren bent geworden. En dat heeft niet iedereen. Het ligt aan een soort vloek af of datgene dat je meemaakt, maar ook gewoon een stukje wat hoor je dit leven te leren. Sommige mensen hebben ook een vloek gehad in hun vorig leven, maar hebben hem niet meegenomen naar dit leven om de simpele reden dat ze daar dit leven gewoon toch niet aan toe komen om mee te maken. Dus daar is het allemaal onderscheid. Hoe herken je dus drie punten? Magie uit een vorig leven bij je hebben of een geest? Nou, uiteraard bekijk je natuurlijk de standaard symptomen van een geest. Als je denkt van ik heb daar last van. Maar de leukste bewaar ik als laatst. Maar allereerst, of het grappigste symptoom, het interessantste moet ik zeggen, die bewaar ik tot het laatst. Allereerst, gewoon simpelweg merken dat sinds je geboren bent, dat je je leven gewoon een beetje met 1-0 achterleeft. Niks gaat van een leien dakje. En bij anderen wel. En het valt gewoon zo op. En dat is natuurlijk een keihard goed signaal vanaf je geboorte af aan. Dus hoe makkelijk wil je het dan hebben als je eenmaal weet hoe je moet kijken. Je bent niet zomaar voor een ongeluk geboren. Je kan dus serieus gewoon iets met je meedragen al je hele leven. Een uitzondering is wel als je gidsen hebben besloten je te beschermen de eerste levensjaren. Dan merk je pas later dat de problemen begonnen. Een tweede punt hoe je vorig leven magie herkent is, het is helemaal niet zo leuk, maar je kunt je misschien voorstellen als je wordt geboren met een magiesoort zo sterk bij zo'n kwetsbare baby als dat je dan toen was. Dan doet dat gewoon iets met je. En bij de een betekent het heel veel lichamelijke klachten krijgen. Omdat die energie dus echt helemaal op je zit. Maar er zijn dus ook heel veel mensen die dus psychiatrische klachten daarvan krijgen. Vooral als het gaat om ook een soort geest van vorig levens. Omdat die dus ook gewoon maar bij je hangt en doet en praat. En je voelt dat het minstens gewoon of je hoort gewoon stemmen. Natuurlijk zijn er ook mensen psychiatrisch om andere redenen, maar dit is er ook één. Dus die wilde ik even benoemen. En nu het grappigste signaal, hè, dat ik echt wel heb meegemaakt vanuit praktijkervaring. Ik had echt geen idee, maar het kwam heel veel terug. Is mensen die aangeven van, nou ja, dus we hebben geconstateerd, het is iets uit het vorige leven. Ze herkennen dat. Op een gegeven moment wil je dat samen weghalen. Dan vraag ik naar de klachten en dan benoemen ze. Ik kan 's ochtends gewoon niet opstaan. Ik ben gewoon heel somber en down 's ochtends. En dat vind ik altijd zo bijzonder hoe vaak dat terugkomt. En uiteindelijk ben ik hem ook gaan begrijpen. Want de ochtend staat toch altijd voor begin. Dus op zich zie ik de link wel met dat het ook deels gewoon een teken is van je gidsen. Bij wijze van als we haar of hem nou gewoon somber laten voelen 's ochtends, dan gaat hij hopelijk inzien dat het probleem van die somberheid dus ook letterlijk aan het begin van het leven ligt. Dus somberheid of niet kunnen we voor 's ochtends is ook een signaal. Dat waren ze alle drie. Ik hoop dat jullie weer wat aan hadden. Abonneer vooral om niks te missen. Tot de volgende keer.